Vlakbij het centrum van Oosterhout heeft een Chinees echtpaar een cafetaria en café, de Ridderhof. Op zondagavond 9 februari, dat is de dag dat Irene Wüst goud won op de 3 kilometer op de Olympische Spelen, is het rustig in de zaak. De vrouw helpt klanten in de snackbar. Haar man is aan het werk in de keuken. De eigenaresse brengt eten naar klanten in het café dat ook bij de Ridderhof hoort. En dan gaat het mis. De daders bedreigen de man met een pistool. Maar het slachtoffer laat het er niet zomaar bij zitten. En binnen een paar minuten is alles voorbij. De twee overvallers, jonge jongens nog maar, vluchten via de uitgang aan de Middellaan. En zodra ze kunnen, slaan ze rechtsaf de Laanstraat in. Helaas zijn de daders daarna niet meer gezien. Ze kunnen via de Keiweg rechtsaf richting centrum zijn gegaan. Of linksaf zijn geslagen en dan verder de wijk Slotjes in richting de Bestert. Alle informatie over die vluchtroute van de daders is natuurlijk van harte welkom. Helaas zijn er geen bewakingsbeelden van de overvallers, wel een signalement. Beide daders zijn jong, zo'n 15, 17 jaar. Ze hebben een smal postuur en spreken Nederlands met een buitenlands accent. En tijdens de overval droegen ze een donker vest met een capuchon. Opvallend is dat de dader het pistool vast had in zijn linkerhand. Een getuige heeft gezien dat drie jongens heel opgewonden stonden te praten hier bij de Antoniuskerk. En dat was rond 9:30 die zondagavond 9 februari, dus vlak voor de overval, maar ook vlakbij cafetaria de Ridderhof. Twee jongens lopen vanaf hier richting die cafetaria. Een derde die liep weg met een zwarte scooter aan de hand. Een ander spoor naar de daders, niet ver van het cafetaria in de wijk De Slotjes, is de ochtend na de overval in deze bosjes een stoffen tas gevonden. Met daarin onder andere een Nike sportbroek, een paar sportschoenen van Hugo Boss Orange in maat 43, een regenjas maat S van Hema en zwarte Nike handschoenen. De bosjes liggen op de hoek van de Monsieur Frenkestraat en de Dr. Poelstraat. En dat is op zijn minst opmerkelijk. En de vraag rijst dan ook natuurlijk of die spullen bij de overval gebruikt zijn. Een paar uur voor de overval zijn hier nog jongens gezien die in de bosjes aan het rommelen waren. En een buurtbewoner heeft gezien dat er toen nog niks lag. Dit is ook een plek waar jongeren elkaar heel graag ontmoeten. En met hen willen we in contact komen, want zij hebben misschien wel belangrijke informatie voor ons. Deze overvallers zijn heel jong, 15 tot 17 jaar nog maar. Herkent u de kleding en dan vooral de combinatie van de regenjas, Hugo Boss schoenen en de handschoenen? Of heeft u misschien gezien hoe deze jonge overvallers na de overval zijn gevlucht? Of chill jij wel eens bij de plek waar de tas met kleding is gevonden en weet je meer? Geef alle tips door via onze tiplijn 086070 0800 7000. Online tippen kan ook via onze site.